Een van de allerbelangrijkste redenen waarom websites en webshops niet de optimale resultaten behalen uit de bezoekers die ze zouden kunnen halen, bijvoorbeeld op het gebied van verkopen, dus een te lage verkoopconversie, is een overschot aan keuzestress. Kijk, het mogen duidelijk zijn dat op het moment dat een bezoeker op jouw website komt en iets bij jou gaat kopen, dat er sprake moet zijn van vertrouwen. Zeker als we in Nederland zitten, wanneer we als Nederlander geld over gaan maken aan iemand anders, een financiële transactie gaat doen, dat doet natuurlijk pijn. En dat doe je alleen maar als je 100% vertrouwen hebt in de leverancier, degene die dat product levert, dus in de website of de webshop. Bij vertrouwen hoort ook dat jij als klant 100% zeker weet dat je de allerbeste keuze maakt. Dat is een soort van onbewust iets dat we hebben. We willen het idee hebben dat we een goede, logische, beste keuze maken. En daar zul je in je webshop ook rekening mee moeten houden. Want sommige webshops bieden zoveel producten aan en zoveel vergelijkbare producten, dat het voor een bezoeker niet meer duidelijk is wat het verschil nou precies is tussen die producten en wat voor hun specifieke situatie nou de beste keuze is. En wanneer jij naar een webshop gaat en je ziet twee vergelijkbare producten die niet hetzelfde kosten, of wel hetzelfde kosten, maar andere functionaliteiten of kenmerken hebben, en je weet niet welke het beste is, dan geef jij dat zo'n wantrouwen of keuzestress, het gevoel dat je niet 100% zeker weet wat de juiste keuze is. En daardoor stellen we die keuze heel vaak uit, dan maken we die keuze niet. En dat is natuurlijk killing voor jouw webshop als mensen de keuze niet durven te maken. Dus waar je rekening mee moet houden in je webshop, is dat jij de keuze eigenlijk al maakt voor je bezoeker. Dus dat jij als een bezoeker in je webshop komt, dat er eigenlijk maar één logische keuze is en die bezoeker ook 100% vertrouwen heeft in die keuze. Nou, dan kan je met hele kleine dingen kan je dat doen. En je kan er bijvoorbeeld, dat zie je wel vaker in webshops, bijvoorbeeld een zinnetje bijschrijven bij wijze van je ziet drie opties. En bij de eentje staat dan 86% van onze klanten koos voor deze optie. Nou, dat is een heel klein zinnetje, maar dat is natuurlijk ongelooflijk sociale autoriteit of sociale bewijslast dat dat verreweg de beste keuze is. Want mensen zijn heel erg geneigd om te luisteren naar keuzes van anderen. En ik zal bij deze video ook wel even een ander videootje plaatsen. Dat is de Elevator Experiment. Hilarisch videootje van waar je ziet wat omgeving voor invloed op je kan hebben. En wanneer jij het idee hebt dat iets wat volstrekt onlogisch is, maar omdat iedereen het doet, dat het daardoor logisch is, dan zijn we geneigd om daar prima in te gedijen en ook die keuzes te maken. Dus dat kan je doen. Ik heb een tijdje geleden, een paar maanden geleden, heb ik een webshop voor een oom van mij gebouwd. Hebben we hetzelfde principe eigenlijk toegepast in een iets andere vorm. Gekeken naar hoe kunnen we de keuze voor onze klant zo logisch mogelijk maken. Er was een webshop waarin we lampen verkochten, LED-lampen. En die LED-lampen die kon je dan aan- en uitzetten met je telefoon en de kleuren instellen en dat soort dingen. En in eerste instantie verkochten we maar één product. Hè? Dus lean en mean, simpelweg één webshop met één product. Heb je ook geen keuzestress. En dat was dan een pakket zeg maar, met een controller, hè? Dus het systeem plus drie lampen. En toen hebben we twee varianten toegevoegd. Dus een pakket met drie lampen hadden we al. En we hebben een pakket met vier lampen toegevoegd en een pakket met vijf lampen. En die pakketten die noemden we als volgt: de basisvariant, de middelvariant en het voordeelvariant. En die woorden die suggereren al wat de logische keuze is. Basis, middel, voordeel. Voordeel is natuurlijk de logische keuze. En ook prijstechnisch hadden we die keuze zo logisch gemaakt, qua zoveel korting ten opzichte van de middelvariant, dat je eigenlijk wel gek moest zijn, wil je niet die vijf lampen variant kiezen, hè, als je daar objectief naar keek. En dat zorgde er ook voor dat echt meer dan 90% van alle klanten die we in die webshop hadden, en dat waren er echt veel op dat moment, kozen allemaal voor die vijf lampen variant. Terwijl toen we dat niet hadden, kozen ze allemaal voor een drie lampen variant en bestelden ze er niet twee losse lampen bij. Dus blijkbaar hadden mensen in eerste instantie geen behoefte aan vijf lampen, maar toen we die drie keuzes maakte en een opgelegde keuze voorlegde, toen kozen mensen ineens voor vijf lampen. Dus dat soort technieken kan je gaan gebruiken. Dus zorg ervoor in je webshop dat je bezoeker, samenvattend dus, weet wat de meest logische keuze is en daar 100% vertrouwen in heeft. En het laatste wat ik daarover wil zeggen, heel klein onderzoekje las ik toevallig vorige week en ik vond het heel grappig, was maar één alinea, maar dat was een onderzoek in een supermarkt. Die hadden een actie gedaan met bierkratten in de verkoop en die hadden in eerste instantie op het bord staan maximaal vier kratten. En later hebben ze dat aangepast naar maximaal acht kratten, of dat hebben ze tegen elkaar getest. En het bleek dat mensen meer kratten bier kochten als er stond maximaal 8 kratten ten opzichte van maximaal 4 kratten. Want als klant, als jij bier gaat kopen, dan wordt het een soort van aangenomen waarheid. Of je ziet dat, maximaal 8 kratten. En je denkt, nou,
Blijkbaar is het hier te doen gebruikelijk dat je meer dan 8 kratten wil hebben. Of alle andere mensen zullen wel meer dan 8 kratten willen kopen. Anders had de winkel die maatregel er niet bij hoeven zetten. En daardoor kochten mensen dus meer kratten bier. Simpelweg omdat het sociaal geaccepteerd was om naar die maximale toe te gaan. Dus een beetje interessante psychologie, denk ik. Doe ermee wat je wil. Ga het toepassen op je webshop. Zorg in ieder geval dat je de keuzestress eruit haalt. En maak het liefst 1 aanbod wat onomstreden verreweg de beste keuze is. En zorg ervoor dat je bezoeker dat ook weet. Zul je zien dat je veel meer resultaten gaat halen.